Wat hoor ik? Droom jij de laatste tijd zo eng? Eng? Nee hoor. Maar je droomt wel? Ja, ieder mens droomt. Dat is toch niks bijzonders? Zo is het. Je moeder maakt zich zorgen. Heeft ze daar een reden voor? Nee hoor, echt niet. Zie je wel? Dat mens maakt zich weer eens helemaal druk om helemaal niets. Vader die moet geld verdienen, want daar is die vader voor. Heeft geen tijd voor zijn familie, want het werk en dat gaat door. Carrière moet hij maken, op een spel en ladder op. Geen tijd voor wat verzinning, tijd is geld en dat telt op. Was vader uw eerste vriendje? Volgens je vader wel. Ja, maar was hij uw eerste? Nee, maar niet verder vertellen. Hij was wel de eerste bij wie het serieus werd. Droomde u wel eens over een jongen? Nou en of, bij mij op school zat een jongen, daar was ik helemaal weg van. Ik droomde dat hij me zou komen halen op zijn witte paard en me mee zou nemen naar zijn kasteel. Maar hij zag me niet eens staan. En in plaats van die prins op het witte paard, kwam je vader op zijn brommer. In een wereld die je dromen kent, zie ik alleen nog maar hoe mooi je bent. Ik wil jou, ik hou van jou. Nu hebben we de pop aan het dansen. Oh, leuk. Waar? Let op. Halt! Halt! Ho! Ho! Stop! Stop! Ogenblikje, dame. Ik heb geen behoefte aan papegaaien. Begrepen? Begrepen. Mooi. Uw naam is Alice? Ja. Waarom vraagt u dat? Ja, waarom vraag je dat? Ik moet controleren of we de juiste persoon voor ons hebben. Oh ja, ze moet controleren of we de juiste persoon voor ons hebben. Ja, ik begrijp het. Ik had een vriend, hij gaf me vleugels. Ik vloog met hem, wij waren één. Hij werd me zat, hij brak mijn vleugels. Ik vloog niet meer, ik viel alleen. Ik doe het wel goed aan een wolf. Ik krijg toch geen spijt? Ik bedoel, wat je met de wolf aan deed, dat was een ongelukje, nietwaar? Je zou ze toch nooit kwaad willen doen? Je hebt alleen maar het beste met dat voor, zo is het toch? U maakt zich onnodig druk. Wil ik u iets kalmerends voorschrijven? Niet bang zijn, ik voel me goed. Geen zorgen, het gaat zoals het moet. Niet huilen, ik ben dichtbij. Niet tobben, niks mis met mij. Je hebt haar niet nodig. Je hebt genoeg aan ons. Aan mij. Heb ik je ooit teleurgesteld? Stond ik niet altijd voor je klaar? Kwam je ooit tekort? Gooi me niet weg, wolf. Ik ben geen wegwerpfles. Geniet van me. Ligt die meid nu nog in haar nestje stinken? Je had het eruit moeten schoppen. Maar ik heb van alles geprobeerd. Ze is niet wakker te krijgen. Slappe hap. Toen ik zo jong was... Stond je al een vijver op voor je krantenwijk? Dat heb je al zo vaak verteld. Maar het is zo. Je verwendt Alice te veel. Ze is niks meer gewend. De dokter is geweest.
Hoeveel gaat me dat weer kosten? Hij weet ook niet wat er scheelde, maar hij maakt zich ook zorgen. Hij wilde vanavond nog eens langskomen. Dat zou ik ook doen als ik eigen baas was. Dat wordt dus weer een dubbele rekening. Nou, bel maar op dat het niet nodig is. Ik ga onze prinses persoonlijk uit Dromenland halen. Waar ze hem? Niet doen! Dat is levensgevaarlijk! Haar hartslag is erg traag en een plotselinge schrikreactie zou hersenbeschadiging kunnen veroorzaken. Zeg het maar. Alice, niet kunstmatig wakker te krijgen is. We zullen geduld moeten hebben. Geduld hebben? Geduld hebben? Leert u dat op de universiteit? We praten wel over ons kind, ja? Begrijpt u dat? We hebben het wel over onze dochter. Kijk, wij zien ook heus wel dat het slecht gaat met haar. Daar hebben we u niet voor nodig. Maar we willen dat u haar beter maakt. Begrijpt u dat? Goedenavond! Ik begrijp uw verwarring. Geduld. Alles zal verklaard worden. Artiesten zijn waar. En kunstenaars. Die zacht in de late nacht op. Je komen langs manenstraal vallende sterrentransport. Als priesters zijn wij onwankelbaar. Wij geven je innigste wensen tot dromen. Voorkomen dat leven een nachtmerrie wordt. Die buigt en niemand die dwingt en niemand die vraagt om een handtekening en niemand die juicht niet dat dat iets geeft. De roem doet ons niks en het geld en gemeen. En niemand die buigt en niemand die dwingt en niemand die vraagt om een handtekening en niemand die juicht niet dat dat iets geeft. De roem doet ons niks en het geld en gemeen. Is er iets met Alice? Ze is in gevaar. Hou je buiten. Ik ben aan het woord. Maar Elle is in gevaar. Vertel op. Jij moet haar redden, we hebben geen tijd te verliezen. Wat doe jij hier? Hoe ben jij binnengekomen? Dit is Michael. Hij gaat Elle helpen. Hij weet waar ze is. Ze zit gevangen in haar droom. Jongen, je leest veel spannende stripboeken. Heb jij hem binnengelaten? Ik heb helemaal geen bel gehoord. Het is zo, meneer. U moet me echt maar vertrouwen. Ik wil me niet tegen haar bemoeien. Maar wat deze jongen beweert, is natuurlijk flauwekul. Gevangen zit een droom. Ha, hoe verzin je het? Ik geloof hem. Geef me dan een kans om Alice te helpen. Samen fijn, samen. Aan te raken. We hebben het hard eens. Nou, kom maar op, jullie. Ik moet jou niet. Ik heb Wolf. Met Wolf hoef ik niet uren te praten. Die begrijpt me en doorziet me. Misschien nog wel beter dan dat ik mezelf begrijp.
Het is aardig van je dat je bent langsgekomen. Maar ik wil dat je vertrekt. Ik wil niet dat je nog aan me denkt. Van me droomt. En verscheur die achterlijke foto die in je zak... Nou, niet doen! Laat me los, ik moet naar boven. Alice, meisje. Dan ben ik blij. Goed gedaan, jochie. Ik heb gedroomd, geloof ik. Michael, wat doe jij nou weer hier? Hij heeft je gered. Van mij? Wolf. Was dat dan geen droom? Toch wel. Ik begrijp er helemaal niks van. In dromen gebeuren altijd dingen die je eigenlijk zo geeft. In dromen denkt een bang mens dat hij een held is geweest. Straks lekker slapen en morgen.